kapel. Fantastisch dat die mensen elk jaar weer komen. En hier hebben we dan de wagen met de three important persons. Die allemaal met een dik gevulde portemonnee hier naartoe komen. Om te kijken wie het meeste zijn bordje omhoog gaat steken. Ik zie voorin de burgemeester, breed glimlachend, goed te zitten. En dan zitten er nog een aantal, er zitten alle leeftijden in, hè. We hebben sinds gisteren hebben we een paar hele jonge kaartboeren die ook mee gaan doen. Die waren gisteren bij de uitverkiezing van de kaaskoning, maar daar gaat Jacques straks nog even wat over zeggen. Zelfs de burgemeester denkt, wauw, dat moet ik in mijn stad op de foto krijgen. En zie die kaashandelaar daar verlangend kijken van, oh, straks mogen we bieden. Komt die bij mij in het pakhuis terecht? Dat is toch ook een sensatie, hè? En kijk eens, daar hebben we hem dan. Hier past hij daar, hier past hij. Ja, ja. We even kijken dat hij er goed op ligt. En ga jij ook kaas maken? Dat weet ik niet. Dat weet je nog niet. Nou, kijk, de een weet het wel en de andere weet het niet. Nee, helemaal goed. Sinds 3 jaar zingen wij dit lied weer voor het eerst met z'n allen in het openbaar. Doe mee, zing de longen uit je lijf, heet dat geloof ik, hè, burgemeester? Ja, ja, zeker. Ja, en dan wordt het een heel mooi gebeuren. En daarna gaan we over tot het keuren van de kaas. En ik weet niet wie wij hier dan nog meer op het podium krijgen. Ja, dat gaat goed komen. Gaan we eerst maar eens even het kaaslied doen. Dan gaan we de kaasbel luiden. Want we kunnen niet beginnen aan een graskaasdag zonder de kaasbel te luiden, Jos. Dat moet jij weten. En dan gaan we de kaas keuren. Ik zou zeggen, zet hem in op het kaaslied. Oké, nou dan... ik zie een hand omhoog gaan van degene die de band leidt. 1, 2, 3. Ja, de kunst van boren is dat je snijdt. Want ik kan u vertellen, er zijn ook van die lieve collega's die daar staan, die soms een kaas staan te boren en dan draaien ze maar door. En dan trekken ze het monster eruit en dan is de kaas gescheurd. Ja, dat is natuurlijk zonde. Maar Kees weet hoe het werkt. Wat doen we, Kees? We snijden. Nou, we steken er eerst in, draaien hem 1 keer rond en trekken hem er langzaam uit. We snijden de kaas. We snijden de kaas. En daarna dan gaan we er... Burgemeester, u bent hoofdkeurmeester eigenlijk hier. Ik zie toe. Even aan de zijkant. Ja. Want dit is toch een groot moment. Mensen, even een applaus voor Kees. Ja, hij is zo bescheiden. Gisteren, toen hij werd benoemd, toen zei hij... Ja, maar dat heb ik helemaal niet verdiend. Maar wij met z'n allen, wij weten waarom wij Kees kaaskoning maken. We gaan er eerst met z'n allen even aan ruiken. Oké. En Jos, wat kan die burgemeester nou ruiken? Nou, dan moet ik hem zelf eerst geroken hebben. Ja? Daar snap je waar je naartoe moet. Ja, het is geweldig. Je proeft de zoete volkmelkse kaas. Die kan je al ruiken aan het borstel. Wat ga je doen, Jos? Ja, proeven en het borstel netjes weer in de kaas stoppen. Kees, ga jij rustig tussen het publiek staan, want ik heb jou zo meteen nodig met je nummer 1. Het is net Max Verstappen, hè, die nou van het podium afgaat met zijn nummer 1. Wat zeg je? En het nummer 10 die gaat ook van het podium en die neemt zijn gast mee. En Jos is even de kaas helemaal aan het prepareren dat hij goed komt. Kijk mensen, zo ging dat ruim 100 jaar terug, hè, toen die auto er nog niet was. De kaasmixer kwamen ze op de markt, stonden ze vroeger bij de Wagenstraat. En hier bij de kaasbel. Vanmiddag voor de kinderen gaan we hier graskaas veilen, op een kleine manier, met de stroobalen hier beneden. Ik begin met 5 euro, maar let op, het tempo en de bedragen die veranderen. Waar? 5, 5, 5, 10, 10, 10, 10. 10 euro, 10 euro, 15 euro, 15 euro, 15 euro, 15 euro, 25, 25, 35, 35, 35, 35, 35, 35 euro hebben we staan.
€55, 55 euro, 65 euro, 65 euro, 65 euro, 75, 75, 75 euro, 75 euro, 35 euro, eenmaal, 95 euro, 95 euro, 95, 105, 105, 105, 115, 125, 125, 125, 125 euro, eenmaal, 125 euro, andermaal, niemand meer? Gefeliciteerd! Of hij is eruit, 125 euro. En meneer, wie bent u? Kun je me verstaan? Ja? Kaasmarkt Edam. Kaasmarkt Edam, ik wist het hoor, maar ik wil u even... Ik wilde jullie even laten zien. De Kaasmarkt Edam is er. En de Kaasmarkt Edam, die wil natuurlijk weten hoe de boer hier in Woerden de kaas maakt. Hoe boerenkaas smaakt ten opzichte van een Edammer? Hier het Groene Hart, meneer, is niet te evenaren. Wat jullie doen in Edam is uniek, maar wat wij hier in het Groene Hart doen, ook niet te evenaren. Dus geniet ervan. 775 euro allemaal. Is iedereen tevreden met 775 euro? Koen Verriet, gefeliciteerd. Jij bent de man van deze graskaas 2022. Ik kom naar het podium. Jij krijgt deze kaas, jij gaat niet naar huis zonder deze kaas. Ik ga nu die grote kaas veilen. Zou jij deze voor mij even hier op de brik willen leggen? Dan ga ik die grote kaas veilen en dan zou ik zeggen, ga naar beneden, want ik hoop je zo nog te ontmoeten. Om, kijk, hey, hij is er alweer trots op dat hij hem heeft. En dan hoop ik je zo meteen te ontmoeten bij het veilen van de grote kaas. De graskaas 2022, 140 kilo. Hij ligt hier naast mij, rechts voor jullie. Ik wil een bod hebben. 50 euro, 50 euro. Wie gaat er bieden? 50 euro, 50 euro. Ik wil 50 euro hebben. Durft niemand? Kees Verburg. Kijk, kijk. In 2019 had hij 200 euro bij Jack's kaas. 4, 7. Alexander Hoeven 250. Maaskaas, maar even wennen eraan. Bennett Maaskaas, 300 euro. Nummertje 11. 400 euro. Ik heb 450 euro bij Treurkaas. 500 euro bij de calculator. Nummertje 5. Nummertje 25. 700 euro. 700 euro. 800 euro bij Verburgkaas, nummertje 1. 900 euro bij Jack. 1300 bij Bolthorp, 14. 14 zelf, 1300 euro. 1500 euro bij de gemeente Woerden, nummertje 6. Even kijken. Ja, 1800 euro bij nummertje 1. Verburgkaas. 1900 euro bij Bolthorp, nummertje 14. Effa, kijk nou mensen, kijk nou. Hou ze omhoog. Even, daar gaat hij. Verbreukelen, 15, 2000. Nummertje 16, de groei. 2100. Koen Verien, nummertje 8, 2200. Nel, nummertje 3, 2300. Nummertje 18, oh, dat is Jan de Roei, goedemorgen. 2300, John de Roei, 2400, 2. En Bennett Volthuizen van Maas, 2400 euro. Dan ben je dat mag niet op dit moment. 2400 euro, 2400, 15, 3000 euro. Verbreukelen kaas. En één verlichterik met nummertje 7. Die biedt 4000 euro. 5000 euro met Jack. 5000 met Jack. Als Jack biedt, ben ik er wel overtuigd dat het niet genoeg is. Want Jack die zit scherp in de business. Die weet heel goed hoe je ze moet vermarkten. Dus 5000 euro. Jack, dat gaat goed bij jou daar. 6000 euro, Daan Treur. 7000 euro bij John de... Nee, bij Jan de Groei. Excuus. 8000 euro. Jos Verriet. Gewoon een keurmeester in eerste klas. Leg die hele kaashal op pad door 8000 euro te bieden. 9000 euro, 9000 euro bij de groei. Kijk, daar zit het te rommel, hè. 10.000 euro bij Verbreukelen, 10.000 euro bij Verbreukelen. Je man, je bent de eerste. 11.000 euro, 11.000 euro eenmaal. Ik heb hem staan. 11.000 andermaal. Is iedereen tevreden? 11.100. 11.100. Nee, Pitty, hij is niet bij jou. 13.000 euro bij Bolton, 13.000 euro heb ik staan. 13.000 euro geboden, dames en heren. 13.000 euro eenmaal. Is iedereen voldaan met 13.000 euro vandaag? 13.000 euro andermaal. Nou, de... Jos Verriet, 13.100. 13.100 bij Jos Verriet. 13.100 heb ik staan. Jos, wat is er toch een aantal? Dat moet ik straks nog eens gaan vertellen. 13.100, 13.100. Nee, ik hoef daar niet. 14.400, 14.400. Eenmaal. 15.000 euro heb ik, dames en heren. Op applaus. Bolton, 15.000 euro. En 15.400 gaat hij weer naar Jos Verriet. 15.400 euro. Dus van de stok naar Anker en dan weer naar Jos Verriet. Met 15.400 euro. Ik zie de kaashandelaren achter elkaar verzamelen. Gaan jullie nog één keer met elkaar de prijs omhoog brengen? 15.400 eenmaal. Is iedereen voldaan met 15.400 allemaal? Als niemand meer wat biedt, gaat hij naar Jos Verriet toe. 15.400 heb ik staan. Dames en heren, de graskaas 2022 wordt afgeslagen op 15.400 euro. Jos Verriet, jij bent de koper. Een groot applaus voor Jos Verriet. En volgend jaar, op de dag dat we de oude kaas gaan opeten, dan snijden wij die kaas weer aan hier in het Stadshotel.
Ja, en dan kunnen jullie hem er allemaal van proeven. En dan die zaterdag daarna, op de graskaasdag van 2023, ga ik als 83-jarige dan die kaas aansnijden en verkopen voor het goede doel. Ja, en dan ben ik voor die mensen die, zeg maar, die boterhammen nodig hebben. Want wij hebben allemaal elke dag dik belegde boterhammen. En vergeten die boterhammen wel eens van kinderen die niet te eten krijgen. Dank u wel. We hebben een veiling gehad en we gaan, Jacques, wij gaan nu de cheque uitreiken. En ik vraag aan jou of jij, Caroline, Jong en Heel nodigen wij uit. En je wordt door Jacques geïnterviewd over jouw goede doel. Nou, mijn Ireekpaal, mijn zoontje, die kwam op een gegeven moment thuis van: mam, hoe kan het zijn dat mijn broodtrommel altijd vol zit en die van een ander wat minder? Nou, dan ga je erover nadenken. Dan zie je op het nieuws voorbij komen Jan de boterhammerman uit Rotterdam, die dit ook doet voor Rotterdam en omstreken. En mijn doel is gewoon om dit voor Woerden en omstreken te doen en hopelijk uiteindelijk voor het Groene Hart. En ik heb hier in mijn handen een cheque, elk kind een boterham, uitgereikt 4 juli 2020. Nou heb ik hem in mijn hand, maar ik denk toch, Bert, dat ik hem jou laat uitreiken. Want ik denk dat ik hier maar een showmaster ben, maar jij bent de organisator. Dus bij deze een cheque voor ieder kind een boterham. En dat is een bedrag van €775. En voor je initiatief, Carola, een mooi bos bloemen. Breviushonk, u kent het allemaal. U bent er wel eens geweest met de kinderen. Of u hebt wel eens gewandeld in het Breviusbos. En dan kom je langs Brevius. Die hadden verschrikkelijk veel pech, want ze hadden een schuur of een hooiberg. Die is in de brand gestoken. Maar Gerold Bosboom, de trekker van Brevius, wat hebben ze gedaan? Een nieuw plan gemaakt voor een nieuwe hooiberg. En we hebben een zeshoekige hooiberg met 3 roeien. En we hebben 6 delen ook gewoon gesponsord gekregen. Inderdaad, onze eigen vrijwilligers moeten nog €7.000 bij elkaar leveren. Maar dan hebben we alles bij elkaar. Dan hebben we €42.000 bij elkaar om die hooiberg inderdaad neer te zetten. Hij staat casco. Hij moet nog afgebouwd worden. En daar gaan we nu de centen voor bij elkaar slepen. Een bedrag van €7.900 van die kaas gaat naar Kukkelewoe toe. En Gerold, van harte gegund en zorg dat het er mooi bij komt staan. Gefeliciteerd. Jacques, hartelijk dank. En wij willen jou een bos bloemen aanbieden voor de enorme inzet met een applaus van ons allemaal. Beste mensen, dank u wel dat u onze bezoekers wilde zijn. Dank u wel dat u er was. Want een feestje vieren doen we met elkaar. Geniet ervan, van het optreden van het klooster. En graag tot volgend jaar. Tot ziens.